voor de mannen. U kijkt hier naar Michel Denjo. Naast hem staat McMillan, Mike McMillan, de Nieuw-Zeelander. Dan Yon Ho Lee, de Koreaan. En hier is Wilf O'Reilly, de Engelsman. Zij gaan met z'n vieren strijden voor twee plaatsen in de finale. Mark Velzenboer dus niet meer bij in de halve finale. U heeft dat gezien. En u kent inmiddels de mannen die hier in actie zijn. O'Reilly op kop. McMillan in tweede positie. Ja, dan ligt het tempo ligt nu toch wel iets hoger dan in de vorige ronden. McMillan die ook direct de koppositie nam, dat deed hij even geleden zeker niet. En Denjo die nu volgt op de tweede plaats. Situatie dus, O'Reilly, Denjo, McMillan en Lee. Maar die Koreaan zal ook geen genoegen willen nemen met die vierde positie. En Denjo neemt over. O'Reilly blijft erachter. McMillan komt buitenom. Dat probeert hij althans. En dan is O'Reilly even in de problemen. Maar het is een buitengewoon geroutineerde shortrekker deze Wilf O'Reilly. Die laten ze niet zo gauw te pakken nemen. Die laat ze wegduwen. Maar nu toch wel. En nu wordt hij weggeduwd en komt hij ten val. En is tenzij de jury anders ligt het verhaal uit voor O'Reilly. En kijken we naar Michel Denjo aan de leiding voor Lee, de Koreaan. En McMillan nu in laatste positie, want er zijn maar drie meer. En O'Reilly die zelf een duw gaf eigenlijk, daardoor ook onderuit ging. Denjo nog steeds nee, Lee die omheen gaat. Ja, de ex-wereldkampioen uit Korea die doet het goed. Bij het luiden van de bel heeft hij voorsprong genomen. Hij gaat zonder enige twijfel naar de finale, maar wie gaat met hem mee? En het is toch de Nieuw-Zeelander, Mike McMillan, jawel. En ook Michel Denjo ligt eruit. Met andere woorden, Lee uit Korea en McMillan uit Nieuw-Zeeland. Dat zijn de mannen die we later op de avond in de finale tegenkomen. En sensationeel mag toch wel genoemd worden de uitschakeling van Wilf O'Reilly. De wereldkampioen uit Engeland. Die ja, zichzelf in de problemen hielp. En toen was het verhaal uit. Hij knalde tegen de boarding en het was over. Lee viert zijn feestje namens Korea. Want ja, op het spel staat de eerste Olympische shorttrack titel uit de geschiedenis natuurlijk. Terwijl we hier nog eens even terugkijken naar die duw- en trekpartij tussen Mike McMillan en Wilf O'Reilly. Ja, de eerste duw wordt uitgedeeld door O'Reilly. McMillan bleef op de been, ging eromheen. O'Reilly raakte zijn balans kwijt, kwam ten val. En hier eindigt voor hem zijn Olympische droom. Dit is de winnaar, Yon Ho Lee. Dit is Ki-Hoon Kim, Zuid-Korea. Dit is weer Mark Leckie en die man met het lange haar is Freddie Blackburn. Twee Canadezen die als het zo uitkomt natuurlijk elkaar van dienst zouden kunnen zijn in zo'n halve finale. En hier is hij hoor, Geert Blanchard. De tweede halve finale van de mannen staat op punt van beginnen. Ki-Hoon Kim uit Korea. Geert Blanchard uit België. Freddie Blackburn uit Canada. En zijn lijngenoot Mark Leckie zijn vertrokken. En het is echt verbazingwekkend hoe die Blanchard op die schaatsen staat. Die schaats ook helemaal scheef onder zijn voeten. Helemaal rondgebogen ook, nog eens een keer. En hier, Blackburn neemt de leiding. Ja, twee Canadezen voorop. Die gaan de deur dicht houden natuurlijk. En de Koreaan heeft dat als eerste zeer goed begrepen. Maakt meteen een einde aan die hegemonie. Kim stoot in één keer door naar de eerste positie. Kim, Blackburn, Leckie en Blanchard nu achteraan. Twee slagen op het rechte eind en ongeveer 3-4 in de bocht. Zo werkt het bij het short track. En vooral Kim in die bocht de deur dicht houden. En dat doet Kim. Ze zijn zeer bekwame shortrekkers, die Koreanen. Kim, Blackburn, Leckie en Blanchard. Ja, die Canadezen doen het goed daar in die bocht. De ene neemt de bocht ruim, de andere neemt een krap. Zodat aan beide kanten de deur gesloten blijft voor Geert Blanchard. De laatste ronde gaat zo meteen in. Kim leidt.
En dan zullen de twee Canadezen met elkaar moeten knokken over wie van hen mee mag naar de finale. Want Geert Blanchard is geklopt. De Koreaan gaat naar de finale, Kim. En de tweede man die met hem meegaat is Freddie Blackburn uit Canada. En dat betekent dat er ook afscheid is genomen van Geert Blanchard en van Mark Leckie. Zij liggen eruit. Finalisten vanavond, twee Koreanen, Lee en Kim. De Nieuw-Zeelander Macmillan en de Canadees Blackburn. En zien we straks terug. Nog een keer die tactiek van die Canadezen, kijkers. Hij ruim, Blackburn en Leckie krap door die bocht. Zodat er voor Blanchard geen enkele mogelijkheid is om zowel buitenom als binnendoor te kunnen passeren. Maar Kim is de beste van allemaal. Die houdt beide Canadezen achter zich. En het is dan uiteindelijk inderdaad Blackburn die over de streep komt voor zijn landgenoot.